Welkom, beste kijker, bij een nieuwe uitzending van Het Vlaams Belang. In het Vlaams parlement werd het startschot gegeven voor het nieuwe politieke jaar met de septemberverklaring van de regering. Ik heb het erover met Chris Janssens, fractieleider in het Vlaams parlement van Het Vlaams Belang. Dag Chris, welkom. Dag. Ja, maandag gaf Jan Bon zijn septemberverklaring waarin hij de staat van het land opmaakt en de plannen uit de doeken doet voor het komende politieke jaar. Mogen we op onze beide oren slapen? Wel, ik denk dat dat alvast de illusie is die Jan Bon wil creëren. Ik denk ook dat die coronaperiode misschien de wereldvreemdheid in de Vlaamse regering heeft doen toenemen, want alles gaat goed met Vlaanderen, zei Jan Bon in zijn septemberverklaring. Wel, ik denk dat hij daarmee doof en blind blijft voor de noodkreten uit de samenleving. Bijvoorbeeld de 15.000 mensen met een handicap die wachten op de nodige steun, de 170.000 mensen wachtend op een sociale woning of erger nog de 610.000 Vlamingen die in armoede leven. Ik denk niet dat zij zijn optimisme delen. En dan zie je tegelijkertijd die Vlaamse regering eigenlijk helemaal verkeerde keuzes maken. Keuzes die dus mensen die het sociaal-economisch moeilijk hebben nog zwaarder gaan treffen. Zo wordt er bespaard op kindergeld, op welzijn, op onderwijs en tegelijkertijd wordt er opnieuw 1,5 miljard euro geïnvesteerd in klimaatgerelateerde maatregelen. Dat zijn, wat het Vlaams Belang betreft althans, absoluut de verkeerde prioriteiten. Er moet eerst geïnvesteerd worden in onze mensen die het sociaal-economisch moeilijk hebben, die zorg nodig hebben, die in armoede leven. Dat moet ook voor de Vlaamse regering de absolute topprioriteit zijn. Ja, het is dus duidelijk dat ze geen punten scoren op sociaal vlak. Scoren ze dan wel punten op andere vlakken? Wel, ik zie eigenlijk weinig lichtpunten. Denk bijvoorbeeld ook aan de energiefactuur, die een tweede belastingbrief is geworden. Die energieprijzen die swingen echt de pan uit. En de Vlaamse regering, en Jan Bon zegt daar in zijn septemberverklaring eigenlijk helemaal niks over, terwijl de energiearmoede echt aan het toenemen is en die Vlaamse regering ook wel maatregelen kan nemen om de prijzen te doen dalen. Want slechts zo'n 30% van de energiefactuur gaat effectief over energie. Al de rest zijn belastingen en heffingen. En daarom heb ik ook gisteren in het Vlaams parlement voorgesteld om alle taksen die niks met de energie te maken hebben, om die uit de factuur te halen, zodat de prijzen voor de mensen voor elektriciteit en gas veel minder duur zullen zijn. Maar Jan Bon heeft ook aangekondigd bijvoorbeeld dat hij 900 miljoen euro gaat besparen. Maar helaas doet hij dat op onze eigen mensen en niet op allochtonen. Het gratisbeleid voor allochtonen wordt helemaal in stand gehouden. Ik geef bijvoorbeeld als voorbeeld een inburgeringscursus voor een immigrant kost zo'n 4.600 euro. Volledig betaald door de belastingbetaler. Wel, het Vlaams Belang stelt voor dat die kostprijs volledig gedragen wordt door de vreemdeling zelf, zodat we het vele belastinggeld van de hardwerkende Vlaming in onze eigen mensen kunnen investeren. Ja, en wat stelt het Belang nog verder voor? Want er moet toch wel een groot pak bespaard worden. Wel, ik denk vooral dat er de juiste politieke keuzes gemaakt moeten worden. De Vlaamse regering krijgt jaarlijks van de belastingbetaler zo'n 49 miljard euro. Dan is het toch onbegrijpelijk dat er opnieuw bespaard gaat worden op kap van de sociaal zwakkeren of dat de belastingen verhoogd zouden worden. Ik denk er moet geschrapt worden aan de uitgavenzijde. En dan denk ik bijvoorbeeld aan subsidies. Jaarlijks besteedt de Vlaamse regering zo'n 13 miljard euro aan subsidies. En heel wat van dat geld gaat naar vreemdelingenorganisaties. Turkse verenigingen, Marokkaanse verenigingen, Afrikaanse verenigingen, verenigingen voor moslims en ook naar heel wat linkse hobbyclubjes. Ik denk, daar kan en moet in gesneden worden. Daar kan en moet op bespaard worden, zodat wij het belastinggeld van de Vlamingen maximaal kunnen investeren in onze eigen mensen. Oké, dankjewel voor je komst naar de studio, Chris. En heel veel succes in het komende politieke jaar. Ik hoor dat je er heel veel zin in hebt. Absoluut, dankjewel. Maandag mocht ook Philippe de Winter even het voorzitterschap waarnemen in het Vlaams parlement. Hij zette er de puntjes op de i over El Kouakibi. Vlaams parlementslid Siam El Kouakibi blijft voorlopig afwezig uit het parlement wegens ziekte. Ze heeft een nieuw ziektebriefje ingediend. Al meer dan één jaar is Vlaams parlementslid Shihami El Kouakibi afwezig in dit Vlaams parlement. Officieel omwille van het feit dat ze ziek is. Maar we weten allemaal wel beter natuurlijk. En natuurlijk doet ze dat zonder enige vorm van controle vanwege het parlement en met behoud van haar volledige parlementaire wedden. Parlementsleden behouden hun volledige loon wanneer ze afwezig zijn wegens ziekte. Het Vlaams parlement onderzoekt wel of het een controlearts kan sturen. En dat is natuurlijk schandalig en onaanvaardbaar, want het kan niet zijn dat een parlementslid uiteindelijk meer kan en mag
dan 6,5 miljoen andere Vlamingen. En ja, het Vlaams Belang pleit voor het inkorten van de parlementaire vergoeding bij ziekte. Dat betekent dat na 1 maand ziekte de parlementaire vergoeding moet terugvallen op 60%, zoals dat bij werknemers in Vlaanderen ook het geval is. En ja, de betrokkenen moet kunnen gecontroleerd worden door een controlearts, maar er is meer aan de hand. Ook Shihami El Kaoukibi moet aangepakt worden. En dat betekent dat wij eisen dat het bureau van dit parlement namens het voltallige parlement klacht neerlegt met burgerlijke partijstelling tegen mevrouw Kaoukibi. Want haar misbruik mag niet ongestraft blijven. Mede dankzij de politieke druk van het Vlaams Belang zal El Kaoukibi in de toekomst niet meer kunnen rekenen op haar volledige parlementaire vergoeding. Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg, want het Vlaams Belang vraagt ook nog haar ontslag. En terwijl de ene te veel krijgt, moet de andere veel te veel betalen. Chris Janssens verwees daar juist al naar de stijgende energieprijzen. En op dit thema gaan we verder in met de tweede gast vandaag, Ricino van Lommel. Dag Ricino, welkom. Dag Freya. Jij bent federaal parlementslid en lid van de commissie Energie, waarin je het thema opvolgt. Vorige week hadden we het in deze studio al over het thema. Maar we blijven berichten binnenkrijgen van mensen die aangeven dat ze hun gas- en elektriciteitsfactuur niet meer kunnen betalen. Een groot deel van die factuur zijn taksen en heffingen. Kan je nog eens toelichten wat het juist allemaal is? Ja, dus het is inderdaad zo dat hoe langer hoe meer berichten binnencijpelen, dat gezinnen 1000 tot 1500 euro bovenop hun eindfactuur moeten bijbetalen als het gaat om gas en elektriciteit. En we hebben afgelopen week ook vastgesteld dat de gasprijzen alweer met 10% zullen stijgen. En men voorspelt zelfs dat volgend jaar een modaal gezin 1000 euro extra zal moeten betalen voor elektriciteit, 1500 euro voor gas, wat bijzonder veel is. Nu, hoe dan ook, die energiefactuur blijft een verdoken belastingfactuur. Want maar liefst 1/3 van wat je betaalt voor gas verdwijnt in de staatskas. En voor elektriciteit gaat het nog een stap verder. Daar gaat maar liefst 2/3 van wat je betaalt in de zakken van de overheid, om het zo te zeggen. En dat gaat onder meer naar excessen uit het verleden. De putten die zijn geslagen door onder meer de groene stroomcertificaten, waar tot op vandaag alle gezinnen voor moeten bijdragen. Het gaat over een gat van 20 miljard euro bijvoorbeeld. Dat zijn zaken die eigenlijk niet kunnen. Dus er zijn nu eenmaal dingen op die factuur die er niet in thuis horen. En dat dwingt de mensen in energiearmoede. Ja, want ondertussen zijn er al 1 miljoen gezinnen die nood hebben aan een sociaal tarief om hun factuur te kunnen betalen of betaalbaar te houden. Ja, en men gaat wellicht die regeling ook verlengen voor volgend jaar. Ik denk dat dat absoluut nodig is, maar dat is toch wel een teken aan de wand. Wanneer 1 miljoen gezinnen moeten genieten van het sociaal tarief, dan is er grondig iets mis met die energiefactuur. En dan weten we dat dit gewoon op lange termijn een onhoudbare situatie gaat worden. Hoe dat je dat uiteindelijk ook draait en keert. En weet je wat vooral het absurde is aan heel het verhaal? Men maakt van die energiefactuur een belastingsfactuur. Men duwt uiteindelijk die mensen in de energiearmoede en men gaat dan een sociaal tarief toekennen. Maar op het einde van de rit worden die sociale tarieven gefinancierd met de heffingen die op de energiefactuur staan. Dus kunnen we alleen maar concluderen dat in de toekomst die energiefactuur enkel en alleen nog verder zal toenemen. Dus ja, ik denk dat er structurele oplossingen nodig zijn om het hoofd te bieden aan die problematiek. Ja, want wat stelt het Vlaams Belang dan voor om de factuur naar beneden te krijgen? Wel, kijk, het Vlaams Belang wil die mensen zeker en vast niet in de kou laten staan. En daarom heb ik voor u een aantal voorstellen meegebracht. Zoals u weet, in eerste instantie blijven wij ervoor pleiten om een btw-verlaging te realiseren op energie van 21% naar 6%. Ik wil trouwens in die marge vermelden dat het de vorige regering Michel was, samen met N-VA, die de BTW verhoogd hebben van 6% naar 21%, terwijl we nu zien dat minister Zuhal Demir de bocht aan het maken is richting de omgekeerde beweging. Energie is nu eenmaal een basisrecht, is geen luxegoed. Mensen moeten daarmee zich kunnen verwarmen, koken, strijken en dergelijke.
Een tweede voorstel dat ik graag zou willen aanstippen is dat er jaarlijks toch wel heel wat winsten worden afgeroomd uit de productie van kernenergie en dat wij ook verwachten dat die inkomsten, die afroming van die winsten, dat die integraal gebruikt worden om de energiefactuur te laten dalen. Een derde voorstel is dat al wat niet op die energiefactuur thuis hoort, ja, dat die ook wordt geëlimineerd. En in die zin moeten wij streven naar een maximaal percentage aan taksen, heffingen en dergelijke dat deel mag uitmaken van de totale kostprijs. En tot slot denk ik dat er ook een mechanisme in het leven moet geroepen worden dat wanneer energie duurder wordt, dat er automatisch een bijpassing gebeurt in taksen, heffingen en dergelijke in de omgekeerde beweging, waardoor in globaliteit die energiefactuur min of meer gelijk blijft. En ik denk dat met deze vier voorstellen wij kunnen streven naar een betaalbare energiefactuur. Oké, dankjewel voor je toelichting, Regino. Graag gedaan. Zo, beste kijker, wij zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Graag tot een volgende keer.